super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een bikini stash. Omdat de zomer komt er natuurlijk aan. En ik heb echt heel veel bikinis. En ik dacht, dit is misschien veel makkelijker om gewoon al mijn bikinis in één keer te laten zien. Dan dat er altijd wordt gevraagd, waar is die bikini van? Waar is die bikini van? Kan je gewoon deze video kijken en een beetje waar die van is. Ik heb één badpak. Voor de rest allemaal bikinis. Maar ik heb ook heel veel losse setjes. Dus bijvoorbeeld één zwart topje waar ik dan vier verschillende broekjes bij heb. Of één zwart broekje waar ik drie verschillende topjes bij heb. Dus ja, er zal wel heel veel aparte dingetjes zijn ook. En er zijn ook heel veel dingen die waarschijnlijk niet meer te verkrijgen zijn. Maar de dingetjes die nog wel te koop zijn, zal ik even in de beschrijving linkjes van plaatsen. En ja, laten we maar snel beginnen. Oké, laten we maar beginnen met de bikinis van de H&M. Omdat ik er eigenlijk van de H&M het meest heb. Ik vind de kwaliteit echt super. En je betaalt er minder dan 20 euro voor. Dus dat is natuurlijk helemaal top. Laten we maar beginnen met de bikini die ik het minst lang heb. Dat is namelijk deze. Dit is wel een setje. Dit is het topje. Het is zeg maar gewoon een triangle topje. En dan heeft hij van die roesjes. Echt een hele mooie kleur. Het is een beetje zeeblauw. En hij heeft zeg maar gewoon een normale bandje over je schouders. En sluit met zo'n klikdingetje. Wat heel erg chill is. Ik weet niet. Ik vind deze gewoon echt heel erg mooi. Ik voel me een beetje zeemermin als ik deze aan heb. Deze was volgens mij 20 euro, maar is nu in de sale. Deze nog wel te verkrijgen, dus die zal ik sowieso in de link hieronder zetten. Of zal ik een linkje van hieronder zetten. Ja, ik weet niet. Ik vind deze kleur gewoon echt heel erg mooi. En daarbij heb ik ook het bijpassende broekje. Even kijken. Even goed doen. Dat is deze. Gewoon precies dezelfde kleur. Gewoon een heel normaal broekje. En dan alleen aan de voorkant heeft hij ook zo'n roesje zoals op een bikini topje. Ik vind dit echt een super leuke combinatie straks voor vakantie. En voor als je lekker bruin bent is dit gewoon echt een hele mooie kleur. Deze ben ik echt heel erg blij. Deze zullen we alle bikinis gaan tellen. Tellen hoeveel ik er in totaal heb. Oké. Nummer 2 is hetzelfde topje, maar dan in een ander kleurtje. Oh, ik zal hem even vastmaken. Even kijken. Ja. Dat is eigenlijk gewoon precies dezelfde bikini als daarnet. Alleen dan in het rood. Hij lijkt op camera echt een beetje oranje-rood. Maar is echt gewoon, ja, rood. Net zoals mijn nagels. Maar mijn nagels lijken nu ook oranje. Dus dat is tof. Nee, maar deze is echt heel erg leuk. Oh, en hier zie ik wel het prijsje. Deze was 18 euro normaal. En deze volgens mij ook in de sale. Ik weet alleen niet of ze deze kleur nog hebben. Die blauwe sowieso. Deze weet ik niet. Moet ik even voor jullie kijken. Maar gewoon in principe precies dezelfde top. Ook weer met zo'n sluitingtje. En ook weer bandjes over de rug. Alleen gewoon een ander kleurtje. En deze, die combineer ik weer met een ander broekje. Maar die zal ik straks laten zien. Want hier heb ik het broekje niet van. Oké, dan gaan we verder met bikini nummer 3. En dat is deze. Het is een gele. Ook weer zo'n triangle top. En dan onder van die roesjes. Ik weet niet, ik vind roesje op bikini zo leuk. Echt, oh, love it. En dan op de rug is die gekruiste bandjes. Maar je kan ze ook, zoals je kunt zien, losmaken. Dus je kan ze dan ook recht over je schouder heen laten lopen, zeg maar. En die sluit ook weer met zo'nzelfde soort sluitingtje. Deze was volgens mij ook 18 euro of 20. Maar hiervan zal ik ook een linkje in de beschrijving zitten als ze die nog hebben. Ze hadden deze ook in het zwart, lila. Volgens mij was dat het zwart, lila en geel volgens mij. Maar ik vond die gele heel erg leuk voor vakantie. Dus dat was nummer 3. Oké, dan gaan we verder met de bikinis van H&M die niet dit jaar gekocht zijn. Dus die waarschijnlijk ook niet meer te koop zijn. Laten we maar beginnen met deze. Deze was vorig jaar echt mijn favoriet. Het is echt zo'n knalroze kleurtje. Ook weer zo'n triangel. En dan gewoon een band hieronder. Hij heeft ook zeg maar een soort, ja, zo'n ribbelpatroontje wat heel erg mooi zit. Of heel erg mooi staat. En ook weer een kruis op de rug. En deze kan je ook weer vervangen. Zeg maar recht over je schouder heen doen. Deze heeft verder geen sluitingje, dus hij moet wel echt perfect zitten. Deze kunnen wel versteld worden, maar hier achter op je rug dus niet. Maar deze heb ik echt heel erg veel plezier van gehad vorig jaar. En die ga ik denk ik dit jaar ook weer gewoon meenemen op vakantie, omdat hij zo'n favoriet was. Dus dit was nummer 4. Dan deze. Deze heb ik al 2 jaar geleden bij de H&M gekocht en die is geel. En die is zeg maar zo voorgevormd al. Wat ik wel mooi vind, maar tegenwoordig vind ik die andere soort topjes gewoon veel mooier. Hij heeft hier ook van die roesjes weer. En gaat met een band naar je nek. En dan met zo'n band gewoon op je rug knopen. Dus eigenlijk kan je deze gewoon zelf herstellen hoe je wilt. En deze heb ik ook in het turquoise. Ja, een beetje turquoise is dit. Gewoon weer precies hetzelfde. Maar dan een ander kleurtje. Je ziet inderdaad, als ik een topje leuk vind kopen, kunnen meerdere kleurtjes. Nee, maar ik vond ze allebei gewoon heel erg leuk. En ik kon echt niet kiezen.
En ja, deze vind ik ook nog steeds super leuk. Maar zou ik minder snel erbij pakken dan bijvoorbeeld mijn andere. Maar ik vind ze nog steeds wel echt super leuk. Dan mijn zwarte topje van de H&M. Deze draag ik eigenlijk altijd als ik een zwart topje draag. Hij is gewoon driehoekig, maar zeg maar wel een vorm in. Er zit geen vulling in of zo, maar ja, ik weet niet. Er zit wel een vorm in al gewoon van zichzelf. Het is gewoon zwart en kan je ook weer knopen. Volgens mij hebben ze dit soort bikinis nog wel. Niet exact deze, maar wel soortgelijke. En daarmee draag ik altijd dit broekje. Of daarbij draag ik altijd dit broekje. Ook weer van de H&M een paar jaar geleden alweer. Niet van vorig jaar, maar volgens mij van het jaar daarvoor als ik het goed heb. Met hele leuke ananasjes erop. En die kan je gewoon strikken aan de zijkant. En deze vind ik echt heel erg leuk. Vooral als je hem zo met dat zwarte topje hebt, is die gewoon heel erg leuk. En dan nog twee broekjes van de H&M. Gewoon deze simpele zwarte. Ja, simpel zwart broekje komt altijd wel van pas. Deze dus heb ik. En deze, maar dit is eigenlijk een beetje een miskoop geweest. Deze heb ik vorig jaar gekocht. Heeft zo'n gekleurde band. En dan, ja, hij zit best wel een beetje in je billen. Wat ik wel mooi vind. Maar ik heb hem eigenlijk een maatje te klein gekocht. Want deze band snijdt een beetje in mijn heupen. En ik vind dat niet zo heel erg mooi staan. Dus deze heb ik eigenlijk nog net gedragen. Maar vind ik wel heel erg leuk. Maar ja, er is niemand die een maat kleiner heeft dan mij. Dus ook niet echt iemand die ik er blij mee kan maken. Dus ik bewaar hem gewoon lekker. Oké, dat waren alle bikinis van de H&M. Laat ik nu maar verder gaan met alle bikinis van Naked. Want daar heb ik ook een paar van. Als eerste dit badpak. Deze hebben jullie ook wel kunnen zien in mijn weekvlog toen ik deze heb gekregen van Naked. Ja, hij is zo'n heel mooi groen kleurtje. Heeft van voor een best wel lage V-hals. En van achter is die ja, gestrikt. Heel mooi. Ik vind dit echt heel erg mooi staan. En het broekje is wat hoger uitgesneden. Dus echt dat hij... Ja, hij zit gewoon wat hoger. Maar ik weet niet of ik dit heel erg bij mij vind passen. Dit is ook het enige badpak dat ik heb. Ik weet niet of het echt bij mij past, maar het is natuurlijk wel altijd leuk om te hebben zo'n badpak. Dus deze. Nog eentje die ik heb gekregen van hun. En dat is namelijk deze rode. Even kijken. Je hebt zo'n bandeau strap ding. Gewoon heel simpel. Zit verder ook geen vulling of voering in. Het is echt gewoon een lapje stof in een rode kleur. En daarbij dit broekje. Die erbij hoort. Dat is deze. En deze zit ook weer wat hoger uitgesneden. En zit ook weer wat meer in je billen. Maar vind ik wel heel erg mooi deze combinatie. Dus deze. En de laatste van Naked die ik zelf heb gekocht. Of althans, Char heeft die gekocht. Maar die past hem niet. Dus moet ik hem hebben. Is deze panterprint. Ook gewoon een heel smal broekje. En die draag ik dan weer met een zwart topje. Deze was volgens mij echt maar 3 of 4 euro of zo. Super chill. Ik weet niet of ze deze nog verkopen. En mensen vroegen aan mij of ik het linkje hiervan had. Maar ik heb hem dus niet zelf gekocht. En ik kon hem ook niet meer vinden. Dus helaas niet. Maar deze en hier ben ik echt heel erg blij mee. Want ik hou echt van panterprint. Oké, dan hebben we nog twee categorieën. Primark en overig. Laat ik maar eerst even van de Primark doen. Want die zijn sowieso niet meer te koop. Want die zijn echt al van 3-4 jaar geleden. Als eerste dit broekje. Hij is zwart. En dan heeft hij een beetje ja, groen-blauwe... roze gele blaadjes en de binnenkant is knalroze en heeft zeg maar ja, hij is een beetje gek afgewerkt waardoor die heel mooi zit. Hij is wel echt heel erg verkleurd, die bladeren, dat groene, maar ik vind hem nog steeds wel echt heel erg leuk. En gewoon weer met een zwart topje vind ik deze leuk. Bijvoorbeeld als we naar een waterpretpark gaan en ik wil niet mijn nieuwste bikini aan, doe ik gewoon deze aan, want als hier deze kapot gaat is dat niet zo heel erg. Dan dit broekje. Deze is ook weer een beetje dat turquoise met geel. De binnenkant is felblauw. En heeft hier heel leuk aan de zijkant van die kwastjes. Die vind ik echt heel erg leuk. En achter, het is gewoon een normaal broekje. Niet in je billen of zo. En hierboven, ik weet niet of je dat kan zien. Heeft hij van die ja, rafeltjes. Dus die, daar ben ik ook heel erg blij mee nog steeds. En die combineer ik heel vaak met deze top. Omdat die best wel bij elkaar passen. En als laatste van de Primark dit topje. Deze heb ik echt al 4 jaar geleden gekocht. Maar het is een heel mooi zwart triangeltopje met van die steentjes erop. En deze staat gewoon best wel... Ja, ik weet niet. Gewoon heel mooi staat... Oh, wat ben ik nou weer aan het doen? Gewoon heel mooi staat deze. En die is ook weer gewoon boven met touwtjes. En aan de achterkant met touwtjes kan je gewoon zelf verstellen. Maar hier ben ik nog steeds heel erg blij mee. Het enige bij deze is, als je in de zon ligt, worden die steentjes echt, echt bizar warm. Soms brand je gewoon je arm eraan als je er zo overheen gaat. Dat is wel echt een nadeel. Maar voor de rest echt een hele mooie bikini. Oké, en dan alle laatste overige bikinis die eigenlijk een beetje overal vandaan komen. Laat ik maar beginnen met degene die wel nog te koop is. Oh, dat is namelijk deze van Safoe. Deze heb ik vorige week vlog binnengekregen. Die had ik namelijk besteld.
Dat is deze donkerblauwe. Beetje kobaltblauw. Echt een hele mooie kleur. Hij is gewoon verstelbaar hier zo. En sluit met zo'n sluitingje. Het enige is wel dat als ik hem zo heb, gewoon dat hij dan heel makkelijk open gaat. Maar op je rug zit hij natuurlijk strak. Dus dan kan dat in principe niet. Maar echt een hele mooie bikini is deze. Deze vind ik zo mooi staan. Deze kleur echt bizar. En daarbij hoort dit broekje. Even kijken. Als je nou benieuwd bent hoe deze staat, moet je even mijn vorige week vlog kijken. Want daar had ik hem aan. Dit is het broekje. Hij zit wat meer in je billen deze. Want zoals je kan zien is de voorkant bijna even groot als de achterkant. Maar ik vind het gewoon echt een heel erg leuk setje. En dat voor maar 11 euro. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan dit bikini topje van Love Stories. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Hij is ja blauw met wit en zwarte sterretjes. Er zit verder geen vulling in. Het is echt weer gewoon echt zoals je kan zien misschien alleen een lapje stof. Sluit achter ook weer met zo'n haakje. En deze heb ik in de maat 1. De rest van de bikinis heb ik alle topjes in een 36. Alle broekjes in een 34. Maar deze is gewoon heel erg mooi. Die sluit ook weer zeg maar zo over je schouders heen. En kan je zelf verstellen. Hier ben ik echt heel erg blij mee. En die combineer ik met dit broekje van Nelly.com. Gewoon ook weer een heel simpel zwart broekje. Maar deze zit wat meer in je billen. En dat vind ik gewoon heel erg mooi staan. Dus die twee combineer ik met elkaar. En ja, hier ben ik ook heel blij mee. Deze twee heb ik afgelopen jaar nog gekocht. Dus de kans dat het broekje nog te koop is, is heel groot. Topje ligt eraan, want soms raakt het snel uitverkocht. Aangezien het nu saleperiode is, is de kans best groot dat die ook in de sale is. Dus als je deze nog wil, zou ik snel even kijken. Je hebt ze bij Wekamp volgens mij. Zalando. Bijenkorf misschien en anders gewoon lovestories.nl. Of deze heb ik op Nelly.com. Daar kan je ook kijken. Dan het laatste topje is deze van Reinders. Hij is gehaakt donkergroen. Beetje ja groenbruinachtig. Ik weet niet of je het goed kan zien. En hiervoor heeft hij allemaal pailletjes. Lijkt een beetje op alsof ze een soort vissenschubben na hebben gedaan. En in je nek gaat hij gewoon met een touw en achter ook. Dus je kan hem gewoon zelf verstellen. En deze vind ik echt heel erg leuk. Ik weet niet of ik hier ook echt mee ga zwemmen. Of dat het meer sierbikini wordt. Maar deze is van Reinders. Deze hebben ze volgens mij niet meer. En dan de laatste twee broekjes. Is als eerst dit broekje van Calvin Klein. Die heb ik vorig jaar in Italië in de outlet gekocht. Deze vind ik echt een hele mooie kleur. Het is gewoon een normaal broekje. Niet in je billen of zo. Gewoon normaal over je billen heen. En aan de zijkant zitten hier nog twee van die dingetjes met Calvin Klein erop. En ja, ik weet niet, deze kleur vind ik gewoon echt heel erg mooi. En eigenlijk draag ik deze altijd met mijn zwarte topje. Dus dat is deze. Oh, en hier aan de achterkant zie je ook nog heel klein Calvin Klein staan. En dan het laatste broekje is dit broekje van Tommy Hilfiger. Ook weer een normaal broekje. Hij is voor wel een beetje petit, maar de achterkant loopt hij wel gewoon over je billen heen. Hij is helemaal donkerblauw en dan een donkerblauwe band en daar staat Tommy Hilfiger op. En daar draag ik dus dat rode topje van de H&M mee, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind. Dus dit. En dat waren gelijk mijn laatste bikinis. Ik zal jullie even de stapel laten zien waar al mijn bikinis nu liggen. Kijk even deze hele hoop. Dit is toch niet normaal, jongens. Nou, dat waren al mijn bikinis. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dat jullie het leuk vonden om te zien welke bikinis ik allemaal heb. De bikinis die nog verkrijgbaar zijn, zal ik een linkje van in de beschrijving zetten. Staat er nou geen linkje in de beschrijving, dan heb ik hem niet kunnen vinden. Dus ga niet vragen in de reacties. Heb je hier een linkje van? Heb je hier een linkje van? Want als hij er niet in staat, heb ik hem gewoon niet kunnen vinden. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En tot de volgende keer. Doei doei!